Stockhausen is in 2007 overleden. Hij werd vaak neergezet als een manisch genie. Katinka Pasveer, zijn muze en vierde vrouw, kende hem ook anders. Kun je een tipje van de sluier oplichten van wat jij, de mens die jij hebt leren kennen, die wij niet kennen? Wat maakt hem zo bijzonder? Uit de pers lees je altijd, daar herken ik die man helemaal niet terug. Het was een vreselijke humorvolle man. Ik heb elke dag vreselijk gelachen. Het is heel veel humor. Zeer intelligent. Dus niet zo wat je dan leest van zo'n guru of mystisch of zo. Nee, het was een hele normale man eigenlijk. Die met iedereen heel goed kon omgaan. Intellectueel een genie. Maar het was een groot kind en nooit bang voor iets. Is dat ook wat jij aantrekkelijk vond? Ja, avontuurlijk. De eerste vraag die hij mij stelde toen ik hem 82 leerde kennen is: ben je avontuurlijk? Ik zei ja. Dat was voor hem heel belangrijk, dat je gewoon open bent voor nieuwe dingen. Ja. In de gashouder wordt nu druk gerepeteerd. De vier strijkers zijn inmiddels geïnstalleerd. En op deze vier afzonderlijke schermen kunnen wij ze dus volgen. En zoals je misschien ziet zijn de dames behoorlijk zenuwachtig en gespannen. Ik zie hele strakke kopjes. Dus ik hoop voor ze dat het goed gaat, maar het gaat vast lukken. Denk je ook niet op sommige momenten wat een gekke werk wat we hier aan het doen zijn? Ja, het is natuurlijk hartstikke spannend ook of dat allemaal gaat lukken. Het is net zoals bij de NASA waar dan een nieuwe raket wordt hooggeschoten. Je vergelijkt het met de NASA. En je ziet dat toch, al die mensen zitten daar en allemaal werken aan één ding. En dan is het een soort countdown en dan gaat het of de lucht in of je hoort niks. Ja. Jij bent ook zijn weduwe. Jullie waren naast maken samen ook geliefdes. Ja. En hij vertelde, ik heb een droom en dat wil ik uitvoeren. Maar wat dacht je toen je dat hoorde? Nou, het was natuurlijk hij had een opdracht gekregen voor een strijkkwartet van Salzburg en Festspielen. En zei Stockhausen, ik schrijf natuurlijk nooit een strijkkwartet. Ik schrijf geen symfonieën of oude vormen en zo. Maar dat ging natuurlijk wel ergens in zijn hersenen werken. En hij heeft toen een droom gehad over vier helikopters, dat hij zelf erboven vloog en hij zag vier helikopters met de strijkkwart in. Volgende dag zijn wij in de WDR, in de studio, aan het afmengen, octofonie. En er zijn hele grote ramen over de Rijn. En opeens zie ik een helikopter net zo aan het raam voorbij vliegen. Ik zeg tegen Stockhausen, hey, kijk eens, een mooie helikopter. En hinter dem een zweiter helikopter, en een dritte helikopter, en een vierte. En dan vlogen volkomen in serie deze vier helikopter door deze 10 meter venster. Über dem Rhein und rechts wieder raus. Da habe ich gesagt, also das ist ein Himmelszeichen. Das erklärt mir niemand auf der Welt. Und die zwei sind in Jauchzer ausgebrochen. Da habe ich gesagt, guck mal, das ist ja unglaublich. Vier ausgerechnet und so. Und dann hat er natürlich nach Salzburg gestuurd. Und die waren gesagt, das kann ja nicht. Und die Proteste auch. Dus een paar jaar later heeft toen Jan van Vlijmen van het Holland Festival gezegd, ja, waarom niet? Gekke Nederlanders doen het wel. En het is gelukt. Ja. Van wie zijn die reistabletten? Die hebben we net verhaald. Van ons allemaal, die zijn net voor ons gehaald. Waarom? Het is best wel heftig in Nederland. Ja. Want je moet je voorstellen, het is een soort vliegende auto, zo vind ik het voelen. Ja, en ik zag, wij konden natuurlijk vanuit de gashouder alles zien. Ja. En ik zag jou, je kreeg een hele rode kop. Ja, het was super warm en ik moest me echt concentreren. Er gebeurde zoveel in mijn hoofd, ging echt van het een naar het andere de hele tijd. En die lessenaar was ook nog zo aan het bewegen en toen moest ik ook nog zo spelen.